Ja, wat moeten we boven doen dan? Wat een topplan. Hij is niet het masterplan man achter het plan, want dat ben ik. Jullie zijn met 6 mensen, hoe kunnen jullie hem niet vinden? Nee. Ja. Ik zei dat nog letterlijk. Waarom weet iedereen dat ik dit ben? Oh, hoe kon er erbij? Ja, nee, dit is wel mooi dit, ja. Ik ben niet echt door, dat heb ik geblokt. Met een ijzeren paal? The first revolution is when you change your mind about how you look at things. Because that's a highway to hell. And see that there might be another way to look at it that you have not been shown. Some of you were winning, and sometimes there was a losing game. It will not involve American combat troops fighting on foreign soil. You guys, you chose this outdoor trip, and you turn out to be heroes. So this was an act of terrorism, designed to kill innocent people. Some people flew up and down the mountain. Another one is protect your cover. This is why a simple cover is easier. Protect at all costs classified information. Look, again, I think that's a ridiculous accusation. The president in this matter has done nothing wrong. Under the gun, you're not going to want to be trying to remember all the details of a complicated cover. In het verlaten gebouw. Oké. There we are. Alles is goed gekomen. Het stomme is wel. Iemand heeft dus die deur, die hadden wij dicht gedaan. Iemand heeft dat glas daarvan ingeslagen. En dat zag ik ook de deur geopend. Dat merkte ik ook. Ja. Dus super stom, want dit was niet de manier hoe we de vorige keer naar binnen waren gegaan. En toen waren we gewoon door een raam dat open was naar binnen gegaan. Dus ja. Oké, okay. Dit is het. Laat ik meteen vertellen of de elite er is. Spannend weer hoor deze keer. Oké, hier moet even lucht bij. Lucas weet ook niet dat we hier zijn vandaag. Oké, hier kan het masker heel even af. Zo, hier lopen we wel weer over de bovenverdieping. Waar we ook de allereerste keer waren dat we in dit gebouw gingen. Ik ben wel een stuk minder bang. Hier staan we wel echt voor het zicht van iedereen. Zo spannend is het nou. Valt mee, hè? Ja. Het valt niet heel veel voor, maar goed, weet je? Ja, niet precies. Maar het wordt het allerleukste als we met z'n vieren heen gaan. Ja, klopt. Dat hebben we al gedaan als deze vlog online staat, dus ja. Het is een stuk minder licht dan de vorige keer dat we hier waren, dus... Wat stond er dan net? Tot 5 seconden geleden. Ja, precies. Dit is dus het gebouw van dit gebouw. Yes. Waar wil je nog heen? De kelder, huh? En het zoldertje. Wat doe je? De kelder en het zoldertje. De zolder ga ik niet op. Nee? Die is echt vervloekt. En de kelder staat onder water gebleken. De vorige keer stond hij niet onder water. Oké, okay, dan gaan we naar de kelder. Oké, okay, let's go. Maar ik wil nog een receptie. En wat? De receptie. Oké, okay, ja, is ook goed. Dan gaan we eerst aan de receptie en dan de kelder. Voor jouw vaste foto. Huh? Voor jouw vaste foto. Ja, klopt. Je hebt toch niet gehad dat 10 maanden lang die telefoon er was en dat hij nu weg is? Waarom liggen we deurklinken? Ja, dat heeft, nee, dat was al in het begin al zo. Oh ja, dat was inderdaad in Harms Fotovlog 101 ook al zo. Dat was inderdaad in Harms Fotovlog 101 ook al zo. Kijk eens in dat kastje. Receptielicht. Oké. Okay. En niet bij de receptie, maar bij de vergaderruimte. Ja, precies. Ik denk dat we daar even heen moeten kijken. En als we niet licht komen, dan. De telefoon is wel uniek. Ja, zeker. Ah, de telefoon. Misschien werkt hij nog. Misschien. Oké, top. Dit gaat een stuk beter met praten ook. Kijk, hier zie je ook al gewoon. Iemand heeft het ook gewoon gebruikt. Vet lachen. Ik weet niet hoe je er moet komen. Ik weet niet hoe je er moet komen. Oh, kijk. Oh, kut. Dit is heel wat eerder onder afgrond. Zoals je ziet, staat het steeds wel een beetje. Tot hier stond het eerst onder water, maar... Hoe kan het zo ver onder water gestaan hebben? Huh? Hoe kan het zo ver onder water gestaan hebben? Regen, denk ik.
Ja, maar zoveel toch niet? Het was net na de wind weg. Oh ja, precies. Regen, sneeuw, al dat soort dingen. Douw. Nee, maar ik ben via een andere ingang gegaan met Lucas. Yes, laten we daarheen gaan. Top. Yes. Spanning. Huh? Spannend. Wat een ding hier allemaal op de grond ligt en dat soort dingen. Wat een ravage. Dat is heel natuurlijk namelijk. Nee, ook niet. Het is eng, hier komt gewoon een bal komt uit het plafond. Huh? Maar zouden echt de politie als ze zouden komen, zouden ze hier naar beneden gaan? En dat, het voordeel is dat als we dan met Lucas en Maarten erbij zijn, dan kan iedereen bijschijnen bij de vlog, dan is het nog een stuk lichter. Ja, klopt. En de ruimte meer. Dus. Precies, sterker, beter voorbereid. Hier. Hier ben ik ook niet. Wat is hier? Wat? Wat is hier? Ja, dat we hierheen moeten, voor die kamer. Ja, daarheen. Oké, okay, let's go. Dit is waar we op het begin waren, dit is niet waar we heen moeten. Ja, maar als jij hier naar door binnen kan komen, dan moeten wij hier dus ook naar door naar binnen kunnen komen. Yes. Perfect man. Huh? Stoer. Je moet hem erbij indraaien. Ja. Heb je hem daar alleen maar in gestopt? Gaan we boven? Wat ver? Waar gaan we in? Geen idee. Ik heb alles gezien ongeveer. Wat? Ik heb een goed beeld van hoe alles eruit ziet. Het lijkt wel een kogel. Ja, precies. Is het een scheikunde lokaal of zo? We gaan weer naar buiten, we gaan weer naar buiten. Ik vind het beter om hier misschien om naar buiten. Nee, klaar. Van het dak af springen. Huh? Van het dak af springen. Wil je dat? Nee. Ja. Nee. Nee, dit is een slecht idee. Kom. Hey, rot op. Nee, dit is een slecht idee. Dat weet je zelf ook. Huh? Dit is een slecht idee. Nee, gewoon, kom. Maar ik vind het nog steeds een slecht idee. I'm a survivor. Nee, dit ga ik echt niet doen. Kom, kom, kom. What the fuck, dit is zo'n kut. Huh? Maar dan ziet iedereen je letterlijk. Dit is niet handig. Let's go. I'm not gonna give up. Is dat nog een uur binnen geweest of zo? Ja, klopt. Oké, okay, zet nu je licht uit. Huh? Zet je licht uit. Oh man. I'm not gonna stop. Het is ons gelukt. We kunnen heel erg op onszelf schijnen met de zaklamp. Top. We zijn weg uit het gebouw. Niemand heeft iets gezien, iets gemerkt of iets gehoord. Dat betekent, ja, daar druk ik volgens mij op, dat we ontsnapt zijn. Oftewel, het is de derde heist die we hier gedaan hebben. En de volgende heist die we hier gaan doen, gaat de grote worden. Plan Chernobyl. En dan gaan we eindelijk met Maarten München. Je loopt water in. Hij loopt het water in. En Barcelona. Ja, ik kijk toch niet waar ik loop als ik vlog. Oh, er zijn belangrijkere dingen dan mijn kleding.
mijn vlog. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Tot ziens. Tot later.